Ja, dames en heren, we zijn er alweer. Vandaag 1 februari 2015. Een nieuw projectje met stappenmotoren. Of één stappenmotor. Een stappenmotor is een motor in stappen. Uiteraard. En daar heb je natuurlijk wel heel veel versies van. Maar we hebben hier dus een versie met 4 draden. En dat betekent dat we dus te maken hebben met een bipolaar motor. Want unipolaar motoren die werken al vlug met 5, 6 of 8 draden. Dus hier is dan bipolaar motor. En je kan dus de spoelen onderling herkennen met een multimeter, met een ohmmeter. Waarbij je dus over de 2 koppeldraden eigenlijk dezelfde impedanties moet hebben. Dus als je dat dan op een goede manier aansluit aan je sturing, motorsturing hier. En als deze sturing dan eigenlijk aangestuurd wordt door deze Arduino microcontroller, deze hier. Die controller wordt dus aangestuurd via een mini USB aansluiting. En het is dus de bedoeling dat we dan, ik zal even een documentje nemen om een idee te geven, deze software hier gaan invoeren. Nog een pagina. Dat is dus feite de software die nodig is om dus simpelweg een motor links en rechts te laten draaien. Hè. Het schema van deze opstelling is eigenlijk niet echt deze, omdat ik hier staat dus de microchip ULN 2803. Maar wij gebruiken eigenlijk hier de H-Bridge, de L290N in de plaats van die hier. Maar wat betreft de digitale outputs van de Arduino is dat eigenlijk hetzelfde. Dus we werken hier dus met output 8, 9, 10 en 11, voor dus 4 aansturingen die in de H-Bridge binnenkomen. En dus we hebben dan de aansluiting 4 en 5 van de Arduino dient dus voor om de LED-aansturing met voorschakelweerstanden. En dan hebben we dan ook nog de 5 en de 6 die gaan dienen voor de 2 push-buttons, dus de drukknoppen. Deze drukknoppen heb ik hierin gebouwd. En je ziet dus dat deze motor links-rechts draait. Niet zo simpel, misschien. Ziet er wel zo uit, maar eigenlijk werkt deze motor dus in stappen, zoals er is gezegd. En deze motor hier moet dus 200 stappen doen voor 1 omwenteling. Als je daar aan draait, dan voel je inderdaad ook de stappen. En dus 200 stappen per omwenteling in de programmatiecode is dat belangrijk, of uiterst belangrijk, anders lukt dat niet om dat te doen draaien. Waarom? Omdat als je weet dat een omwenteling 360 graden is en je weet dat hij 200 stappen nodig heeft, dan is het een kleintje om uit te rekenen. Want 360 gedeeld door 220, dat maakt dus 1,7 graad eigenlijk per stap. En die wetenschap is natuurlijk heel belangrijk voor de microcontroller, dat we dus zouden moeten inprogrammeren om zodoende die functies en die in- en outputs eigenlijk te kunnen instellen. Dus dat is hetgeen dat er gebeurt, links, rechts. Het kan dus even goed op een andere wijze, dat kunnen hier in dat geval zijn dat knoppen, dat kan even goed door een ander iets aangestuurd worden. Dat kan ook zijn dat je dat voorprogrammeert om bijvoorbeeld 600 of 800 stappen vooruit te laten gaan en 200 stappen achteruit. Dus eigenlijk ideale motor voor precisiewerk en voor machines en dergelijke, ook robotica. In de robotica en de industrie wordt dat zeer sterk gebruikt, maar dan in veel zwaardere versies met een zwaardere H-bridge, laat ons zeggen. Maar eigenlijk zijn de principes allemaal dezelfde. Misschien nog iets die ook niet onbelangrijk is, is we zien dat we hier dus op een spanning werken van 9 à 10 volt ongeveer. Dat werkt dus tot 12 volt. Ik zal de ampèremeter, kijk, als ik de motor doe draaien, dan ziet u dat dat eigenlijk ongeveer 50 mA verbruikt. Dus een zeer laag vermogen voor dat type van steppenmotor. We komen hier dus met die oranje kabel binnen met 12 volt. Voor de aansturing dus van die motor.
die regeling hier, of die H-bridge, die is gemaakt om met motoren te kunnen werken tot 36 volt in principe, maar ik gebruik hier 12 volt, gezien dat dat ideaal is voor die motor. En wat we hier ook zien, is dus daarin, dat zwart ding gedeelte daar, is dus een spanningsregelaar. Eigenlijk is dat een mini-versie van de 1705, eigenlijk is dat gewoon een spanningsregelaar. En die ervoor zorgt dus dat er een 5 volt gestabiliseerde spanning uitgaat naar deze klem, waar dat de rode draad aan verbonden is. Het interessante daaraan is natuurlijk, door het feit dat we hier een 5 volt nodig hebben voor de microcontroller, gaan we dus eigenlijk die rode draad hier gaan gebruiken om de microcontroller aan te sturen. En dat bespaart ons uiteraard een voeding, anders hebben we dus twee individuele voedingen nodig. Als je dat op die manier doet, gaat dat natuurlijk ook niet werken als we dus de massa ook niet gemeenschappelijk maken. Hè. Dus je ziet dat er ook twee draden in zitten. Dus de bedoeling dus dat beide massa's aan elkaar koppelt. Anders werkt dat langs geen kant. Goed, dat was het dan weer. Zijn er vragen, dan contacteert u mij maar. Dank u wel voor het kijken.